Voorzitter, dank u wel. Ik heb 2 minuten, ik wil het volgende zeggen. Wanneer mensen hier staan en aan ons willen vertellen dat ambtenaren ook in de tijd van regering Venetiaan aangenomen was, dan is het inderdaad waar. Maar de navolging ervan moet je ook meegeven. Hoeveel monetaire reserve heeft regering Venetiaan voor jullie achtergelaten? Voor dit volk achtergelaten? Wat hebben jullie voor ons volk achtergelaten? Voeg dat ook erbij. En wanneer hier collega Lid Adhin vandaag vertelt dat deze regering hoogste prijs van goud had, dit had, goede tijd had, moet deze zelf, moet dit lid ook vertellen dat in het jaar 2011 het hoogste prijs van goud, en dan praat ik over 1 gram goud, $52 was. Wie zat toen? Was het deze regering? Welke regering zat toen? Dat moet u ook terugvragen. Frans, die wenkbrauwen niet. Komt u me vertellen. Dat was het hoogste piek. En dan wil ik iets zeggen. Een volk voor de gek houden, daarin zijn jullie pinter. Wat hebben jullie het volk dag en dag verteld? We komen jullie pakketten geven. Stem op ons. Want als jullie niet stemmen, gaan jullie geen pakketten krijgen. Hebben jullie het volk verteld dat jullie 22 miljoen schuld... Dat heb je net met je oren gehoord. 22 miljoen aan schulden voor pakketten hebben jullie achtergelaten als regering. En vandaag moet deze regering het gaan staan betalen. En ik wil het volk oproepen. Jullie hebben pakketten gegeten, maar jullie gaan ervoor moeten betalen. Daarvoor heeft de vorige regering gezorgd dat je voor je eigen pakket dat je gegeten hebt, nu moet gaan betalen. Misa no yama pakket, mi moest payen toe. Jij gaat het ook moeten betalen waarvoor je gaat opdraaien nu. Wij allemaal. En dat zijn die dingen waarin deze regering gezet is nu vandaag de dag. En daarvoor moeten we gaan opdraaien. Regering, als er huurpanden zijn die niet gebruikt kunnen worden, dan vraag ik u hierbij, stoot ze af. Laat het geen extra belast voor ons worden. Ik heb maar 2 minuten. Ik wil even snel doorgaan.